Zo, dames en heren. Kleine Enzo of kleine Marvin, wat gaat het worden? 3, 2, 1. Ja! 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 Schatje! Yo, dat is echt vet. Dames en heren, we staan hier samen met z'n tweetjes bij opa en oma. We hebben expres natuurlijk roze en blauw aangedaan. Ja. Wij zijn zo ontzettend blij voor jullie en ook voor ons natuurlijk, maar ook voor je moeder, dat wij vinden dat we jullie iets moeten aanbieden. En omdat wij nog niet weten of het een jongen of een meisje is, kunnen wij straks onthullen of het ene of het andere lintje. Nou, dat is wel echt leuk, ja. Nou, zien we nou af, joh. Ja? Ja. Opa, wat denk je dat het wordt? Ja, ik denk absoluut dat het een meisje wordt. En jij, oma? Jongen. Oké, kijk maar. Het is roze en blauw. Blauw. Kijk de deksel. Een jongen. Ja. Wat zei ik? Leuk, hè? Ja, dat vind ik fijn. Echt heel leuk. Echt mooi. Ja, en mooi. Dat ik weer gelijk heb, Henk, hè? Ja. Mama, wat denk je dat het wordt? Jongen. Papa, wat denk je dat het wordt? Ik denk dat het een jongen wordt. Hou open. Mama, wat denk jij dat het wordt? Meisje. Oh, wat vond je nou dan? Jongen? Oh, jongen! Oh, wauw! Ja, hè? Enzo. En Junior. Ja. Wat leuk. Twan, wat denk je dat het wordt? Meisje. Rianne, wat denk je dat het wordt? Meisje. Nou. Vind je nou ook meisje? Ja. Je moest het al. Helaas, een jongetje. Een jongetje. Gefeliciteerd. Pshen, wat denk je dat het wordt? Jongen. Ja, let's go, jongen. Hey. Let's go. Oké, Elisabeth. Ja, en zo. Wat denk je dat het wordt? Ik denk een jongen. Leukste doos. Nee, maar het is ook een jongen. Ja, het is ook een jongen. Dit is even een beetje verwarrend. Maar wij hadden Elisabeth de doos gegeven. Die was overgebleven. En dat was ze eventjes vergeten. Dus vandaar dat zij in één keer schrikt en het fout heeft. En er dus nu achter komt dat het toch een jongen is. Nee! Oh shit! Ik zat nog voor te denken. Als het de kleur die ik zie, is het niet. Want ik was heel zenuwachtig. Tess, wat denk je dat het wordt? Een meisje. Een jongetje? Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat vind ik echt bij jullie passen gewoon een leuk jongetje. Ja. Maar ik wil eigenlijk altijd gewoon een meisje. Dit waren dan alle familieleden. En dan is het nu tijd om te gaan kijken naar onze vrienden. Oeh, spannend. Dennis, wat denk je dat wordt? Het gaat een jongetje worden. 1, 2. Ja! Yeah! Yeah! Mag het ook weer zo'n jongen? Noël, wat denk jij dat het wordt? Meisje. Maatje van mij. Heel. Romee, wat denk je dat het is? Jongen. Ja! Yes, ik had het gewoon. Oh, dat is leuk. Echt heel leuk. Thijs, wat denk je dat wordt? Jongen. Meisje. Baby Enzo! Yes, baby! Yes.
Yes! Oh, dat is superleuk! Ik had het kutje ook, hè? Yes, baby! We kennen, jongen! We kennen! We kennen! Ja! Wouter, wat denk jij dat het wordt? Ik denk dat het een meisje wordt. Jij, Misha? Ik denk ook dat het een meisje wordt. Kijk maar. Oh, jongetje! Oh, die gaat zoveel gekke dingen doen. Rutger, wat denk jij dat het wordt? Ik denk een meisje. Oh joh, jongetje. Zo leuk. Ja, hè? Zo leuk. Oh. Mark, wat denk jij dat het wordt? Een meisje. Een jongetje! Hey! Dankjewel, man. Siona. Ja. Wat denk je dat het wordt? Ik denk het, jongen. Oh my god, ja! Yes! Ah, ja, zo leuk! Oh my god, zo leuk! Ah, yes! Sheet, wat denk je dat het wordt? Meisje. Samantha? Meisje. Kijk maar. Ja! 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 Oh mijn god, hij heeft ook nog een toer! Ik zei precies hetzelfde. Jij bent zo gelukkig voor me, bro. Ja, dit is... Wauw! Mandy, wat denk je dat het wordt? Jongen, denk ik. Oh mijn god! Yeah! Yes! Wim, wat denk je dat het wordt? Jongen. Ja! Ja. Anouk, wat denk je dat het wordt? Ik denk dat het een meisje wordt. Yeah! Ik heb het goed! Je had het goed als je het andere had gezegd. Je had het goed als je het andere had gezegd, ja. Het is een jongen. Oh, zo leuk! Jelmer, wat denk je dat het wordt? Ik denk een meisje. Joop! Ah, superleuk. Heel nice. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je een fout maakt. En dat heb ik gedaan. Het is mij overkomen. Ik heb een fout gemaakt en ik heb mijn mond voorbij gepraat. Per ongeluk. Don en Joelle waren speciaal hiervoor naar ons toegekomen. Om erachter te komen of de jongen of een meisje zou worden. Uiteindelijk komen ze er ook achter, maar niet op de manier hoe het bij de vorige vrienden was gegaan. Klopt. Dus kijk maar eventjes. Ik pakte meteen de camera en ging opnemen. Maar dit was hun reactie nadat ik het verklapt had. Maar hij besprak zich net al met die jongen. We kunnen hem ook gewoon legend doen. En dat is jullie. Hey, het wordt een jongen, man. Hey, hoe hard is dat, man? Fucking leuk. Ja, yeah. Shit, sorry. Nee, maakt niet uit. Het is wel de leukste manier dat je het gewoon helemaal verpest. En dan moet je zeggen wat je denkt dat het wordt. Ja. Nou, Oké, wat denk je dat het wordt? Ik dacht sowieso al dat het een jongen was. Ja, en wat denk jij, Don? Dat ik ook al gezegd. Ja? Ja. Ja. Zoals jullie hebben kunnen zien, sommigen hadden het goed, sommigen hadden het fout. Maar het was in ieder geval een hele leuke manier om dit met de doos te doen. Ja. En nogmaals, super lief Milan en Elisabeth dat jullie deze prachtige doos voor ons hebben gemaakt. En dat we daar gebruik van hebben kunnen maken op zo'n leuke manier. En ik ben dus oprecht ook echt heel blij dat we het op deze manier gedaan hebben, omdat wij een hele intieme gender reveal hadden. En als je zeg maar zo'n grote gender reveal doet, wat er ook altijd heel vet uitziet, maar dan heb je meestal alleen de reactie van zeg maar degene die een kind verwachten op beeld staan. En niet van de familie en vrienden. Nu hebben wij bijna van iedereen ook gewoon die reactie op beeld staan van hoe zij reageren als ze er dus achter komen dat het een jongetje is. Dat vind ik wel echt heel leuk. Klopt, ja, ik vind dat we het op een hele leuke manier hebben gedaan. Het is even wat anders dan sommigen het misschien doen. Ja. Maar dat past misschien ook wel bij ons. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Volgende week weer een nieuwe babyvlog. Babyvlog nummer 7 wordt het alweer. Ja. Het gaat echt hard. Het gaat echt hard. Het is echt ongelooflijk. Ja. Maar wat een heerlijke avontuur. En gelukkig gaat het allemaal helemaal goed. En dan volgende week weer wat leuke nieuwe dingetjes in babyvlog nummer 7. Zoals we altijd de video afsluiten. En ook nu. Daar komt ie. Dikke. Vette. Ha!
Veel te lange auto.